Yo iedereen, ik ben Joppe van Jobs Movies. Welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de top 5 verschillende vrienden. Deze vriend kent iedereen wel. Je gaat er dagelijks mee om. Je ziet er wel eens van, maar jullie praten niet heel veel. Maar eenmaal jouw vriend of vriendin op een vuilnis, op een vaat, op een feestje en heeft wat alcohol op, man, die gaat gewoon helemaal los. Je hebt ook een vriend die je echt kan vertrouwen, die echt je BFF is, zoals ze zeggen. Iemand waar je heel goed mee kan praten, waar je geheimen kan tegen vertellen. Een echte maat dus, voor het leven. We hebben natuurlijk ook allemaal wel die ene vriend of vriendin. Als je die nog maar ziet, dan moet je gewoon knijterhard gaan lachen, hè. Niet normaal. Je kent dat wel, je komt die tegen en holy shit, je begint al te lachen. Alles is gewoon grappig en iedereen denkt van, jullie moeten echt naar het Zottekshuis gaan, want what the fuck zijn jullie aan het lachen met gewoon een paddenstoel. Maar wij twee, wij vinden dat heel grappig. Weet wel eens iemand, ik heb wel zo'n paar vrienden en als je kijkt, je bent aan het lachen, hè. Je bent aan het lachen, hè. Kent je dat? Zo'n vriend of een vriendin die gewoon echt knettergek is, die met alles moet lachen. En dan denkt iedereen van, die ken ik niet. Ik ben zo weg, ik ken die niet, we laten die gewoon achter. Dat is niet normaal wat dat die aan het doen is. En meestal ben ik dat. Op nummer 5 heb ik iemand waarmee je continu aan het snappen bent. WhatsAppen, berichtjes sturen via sms, Facebook, het kan niet op. En soms je ook wel tegen in zo'n filmpjes aan Facebook. Zo die heel fucked up van enough internet for today. Je kent die filmpjes wel, offlines, altijd fucking grappig. Altijd zo die fucking rare gezichten te trekken via Snapchat, dat gaat er gewoon over. En ik doe dat eigenlijk best ook wel. Maar dit waren zo'n beetje mijn top 5 vriendenlijstje. Het kan zijn dat er een paar wel zo wat samen met je. Maar hey, dit zijn mijn top 5. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn YouTube kanaal zodat we de 1500 abonnees kunnen bereiken. Het zou super awesome zijn. Laat een comment hierachter wat dat jij hier allemaal van vond. En als je nog geen ticket hebt gekocht voor Game Time, zou ik het zeker doen. Link staat er ook in de beschrijving. Tickets zijn zeker niet duur. En check de website. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer terug in een nieuwe video. Bye bye.